De oudste van de drie, Jan van Katwijk, was een jaar of 10 actief profwielrenner. In 1968 won hij de Acht van Kaam. Als je die wond, dan stellen we wat voor. Mijn hoogtepunt is wel twee etappes in de Ronde van Spanje. Ja, je ziet dan Jan toch op een gegeven moment profrenner worden. En Fons en ik komen dan wat dichter bij elkaar qua leeftijd. En wij hebben dus als kleine kinderen waren wij ook altijd met de fiets bezig, thuis om de boerderij heen. Piet, de middelste van de drie, begon als amateur in de Milgrace, een 11-daagse etapperace in Engeland. Zo werd ook Piet dus profrenner. De mannen zijn nu 70, 66 en 65. En de wielershirts met voor ieder hun eigen verhaal passen nog steeds. Nou, geweldig. Een beetje jaloersmakend op die leeftijd er nog zo strak uit kunnen zien. En dat blijkt ook wel dat sporten heel gezond is, hè? Ik hoor het applaus al opklinken hier. Oplo is trots op hun wielerhelden. De speciale gasten van vandaag, de eregasten Jan-Piet en Fons van Katwijk. En daarom hebben ze nu hun eigen monument in het dorp. Voor deze drie toppers uit het wielerverleden, Jan-Piet en Fons van Katwijk. Geweldig mooi. Als ik het zie wat er allemaal in verwerkt is. Dat is echt de wielersport die hier tentoongesteld wordt. De bel voor de laatste ronde. En dan de silhouetten van de drie gebroeders aan ieder aan één kant. Dit is de oplosse wielergeschiedenis. Helemaal goed verbeeld.